Hi tweeling, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de mandala. En deze week is het voor week nummer 32. En dat is van maandag 9 augustus tot en met zondag 15 augustus. En de kaart is goed om te kijken wat deze week voor tweeling gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week voor jou een week is waarin er voor jou een bepaalde keuze gemaakt mag worden. Alsof je ergens mee bezig bent geweest. Je probeert eigenlijk alles voor jezelf in evenwicht te houden. Het kan zijn dat er een nieuw stukje is of het kan zijn dat je iets heel graag bij elkaar wil houden. En daar doe je echt van alles voor. Alleen ik heb het idee dat het deze week wel eens een stukje kan zijn waar je heel veel moeite voor doet en waar het dan misschien net eventjes niet lukt. Dat wil niet zeggen dat het helemaal niet goed gaat. Ik heb alleen het idee dat het misschien net anders kan gaan lopen. Of dat je misschien voor jezelf aan het uitzoeken bent hoe je nu eigenlijk echt het beste ergens in kan gaan staan. En als je dat echt heel erg aan het onderzoeken bent van wat moet ik nu gaan doen. En te veel op je teen lopen, dat zorgt vaak voor dat er bijvoorbeeld net even iets niet lekker kan lopen. Maar ik heb ook het idee dat het daardoor juist eigenlijk alleen maar helderder wordt van welke kant je nu wel op wilt en hoe je het dan moet gaan aanpakken. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens jullie een super fijne week.